Hoi allemaal. Als eerste wil ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop dat jullie een hele goede jaarwisseling hebben gehad. En ja, dat er geen ongelukken zijn gebeurd. En ik hoop dat 2016 een heel mooi jaar gaat worden. Het is ook zaterdag, dus het is tijd voor een nieuwe video van mij. En zoals jullie misschien weten, als je mij langer volgt, ben ik dol op low-budget make-up producten. En de Action heeft de laatste tijd wat nieuwe producten in het assortiment gekregen. En ik dacht, het lijkt me leuk om dat gewoon eventjes aan jullie te gaan laten zien. Het is geen shoplog. Ik heb deze producten al wat langer in huis. Maar heb gewoon ja, eigenlijk nog niet de mogelijkheid gehad om dat te reviewen. Omdat er nog andere producten lagen die eerst moesten. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga er gewoon een video over maken. Want Action heeft gewoon best wel goede make-up producten. De kwaliteit wordt gewoon steeds beter. En ja, vooral voor de jongere kijkers onder ons die misschien net met make-up beginnen en niet zo heel veel te besteden hebben, is Action gewoon een heel leuk alternatief. Ik heb alles in dit mandje gedaan. En er zit ook een nieuw merk in. Dus ik ga gewoon gauw beginnen om dit aan jullie te gaan laten zien. Dus als je benieuwd bent, kijk even gezellig mee. Ik wil beginnen met een nieuw palet. Dat is het Nude Palet. Dit is een oogschaduwpalet van Max & More. Dat is het standaard merk wat eigenlijk waar de make-up van Action van is. En dat ziet er zo uit. Er zit ook een tutorial op de achterkant. Dan heb ik ook eventjes een palet wat ze al veel eerder uitbrachten. Ter vergelijkingsmateriaal om te zien wat voor verandering erin zit. Het zag er bijvoorbeeld zo uit. Dan vind ik dit dan weer alweer wat luxer, deze. Het is van een soort verhard plastic karton, maar het voelt best wel luxe aan. Ook hebben ze de namen aangebracht. De kleuren hebben namen gekregen, vind ik echt super leuk. Doet me een beetje denken aan Makeup Revolution, die heeft dat ook. Ook hebben ze hier Max & More gedaan. Er zitten twee applicators bij. Voor mij hadden ze die er niet bij hoeven doen. Maar voor als je nog niet heel veel kwasten hebt, is dit natuurlijk super handig. Ik ga het nog niet swatchen. Ik ga het sowieso allemaal nog reviewen op mijn blog. Maar het is meer van eventjes een voorproefje van wat er op dit moment bij de Action te verkrijgen is. Ik ben wel heel erg benieuwd naar het pigment. Ik heb een tijdje geleden heb ik twee paletjes van de Action gereviewd. Dat was ook een nude palet en een smoky eye palet. En dat pigment was echt super goed. Dat was eigenlijk leek een beetje op ook het pigment wat de I Love oogschaduwpaletjes hebben van Essence. En die prijs is gewoon een stuk lager natuurlijk bij de Action. Ik geloof dat je voor zo'n palet nog geen 2 euro betaalt. Dus ik ben daar echt super benieuwd naar. Maar ik vond dit gewoon heel erg, ja, leuk om te zien dat de Action dan ook weer zoveel veranderingen aanbrengt in uiterlijk en zo. Dus dat was het Absolute Nude Palette. Dan hebben ze sinds een tijdje gel lak. Dit is de kleur Red. Het zou 2 weken blijven zitten. Het is een flesje van, even kijken hoor. Of dat er ook op staat. Hoeveel milliliter? 5 milliliter. Het zijn niet zulke hele grote flesjes, maar wel weer compact om weg te zetten. En ik vind dit echt super leuk eruit zien. En daarbij hoort dan ook deze lamp. Die heeft Action ook. Dit is de gel lamp. Ze hebben hem in 2 kleuren. In wit en in zwart. Ik heb zelf een zwarte. Even kijken hoor. Ik ga hem er even uithalen om jullie te laten zien. Ik heb met producten gewoon meer met zwart. Dan zit er een snoertje bij om hem op te laden met USB. Ja, dan ga je misschien nog gauw denken, ja, moet ik hem dan bij mijn computer gaan gebruiken? Je kunt natuurlijk ook gewoon de stekker van je telefoon eventjes uit de oplader halen en dit stekketje erin steken. Tegenwoordig werkt alles op USB, dus dan kun je hem ook zo in stopcontact doen. Zit er ook een beschrijvingje bij, hoe het allemaal werkt en zo. En dan is dit het lampje. Echt, hoe schattig is dit? Het is een hartje. Echt super lief. Ik geloof dat hij ook op... Wacht even hoor.
Nou, ik begrijp de werking nu niet helemaal zo goed. Want er moeten dus 3 batterijen in. En er zit ook een USB-kabeltje bij. Dus dat moet ik nog maar eventjes gaan uitvogelen. Maar deze hoort dus bij deze lak. Het lampje is 5 euro. Dus kwalitatief gewoon heel goedkoop voor een lampje. Ik weet natuurlijk niet of de kwaliteit goed is. En dit lakje is geloof ik 1,39. Ik heb nu nog maar 1 kleurtje. Ik wil er eigenlijk nog wat kleurtjes bij. Maar ze zijn ook heel snel uitverkocht, heb ik al gezien. Elke keer er waren er heel veel kleuren op. Ja, het enige wat ik dus gewoon niet weet, of stel je hebt al een lamp, of dat deze dus ook gewoon met een andere lamp te combineren is. Ik heb bijvoorbeeld zelf de lamp van Essence, die een paar jaar geleden uitkwam met het gel lak, maar die werkt ook alleen met Essence. En die lak is niet meer te koop, dus vandaar dat ik dit lampje erbij heb. Ik heb deze gekregen voor Sinterklaas. En ja, dat is dus eventjes een ding wat ik gewoon echt niet weet. Maar daar komen we gauw genoeg achter zodra ik het ga reviewen. Dus ik zeg er gelijk bij, mocht je nou echt eventjes benieuwd zijn naar een van de producten, kun je dat natuurlijk even laten weten bij de comments. Of gewoon eventjes mijn blog in de gaten houden voor de reviews. Dus dit was de gel lak. Dan heb ik deze lipsticks. En deze liggen er al een tijdje bij de Action, moet ik zeggen. Ze zijn vernieuwd. Ik heb hier een exemplaar wat ze eerder verkochten. Met dat grijs. En ik moet zeggen dat de verpakking echt dramatisch is. Want ik weet nog wel dat ik zo'n lipstick in mijn make-up tasje had gedaan. Die ik altijd in mijn tas heb zitten. En die lipstick die viel op een gegeven moment uit elkaar. Die viel die onderkant viel eraf. En dat was overal troep, echt. Dit zat helemaal onder. Hier ging allemaal barst in zitten. Dus om mee te nemen vond ik het niks. Ik denk niet dat deze verpakking wat dat betreft om mee te nemen ook alweer geschikt is. Maar ik heb wel, ik vind wel dat het er weer super strak uitziet. En één ding hoop ik dat deze niet zou ruiken. Want ik vind het altijd heel erg jammer bij de lipstift van de Action dat ze altijd heel erg, ja, zo'n geurtje bij zich hebben. Weet je, ja. Ik ga het eventjes ruiken, want ik kan het zo niet opschrijven. Ja, het ruikt heel zoetig. En dat, die lucht die blijft ook hangen als je hem op je lippen draagt. En dat vind ik iets minder. Dus ik ben heel benieuwd of deze dat ook hebben. Maar deze verpakking is in ieder geval vernieuwd. En dan kom ik eigenlijk bij het nieuwere make-up merk wat ik bij de Action spotte. Ook low budget. En dat heet Fashion Professional. En dit is een mascara. Het zit in een retro zwarte matte verpakking, wat gewoon best wel luxe uitstraalt. Ik bedoel, ik zou niet gelijk zeggen, hey, komt dat van de Action vandaan? Maar goed, het komt echt van de Action. En dit is een gewone mascara. Fatless Fiber is deze. En deze heeft 2 kanten. Zo. Die heeft een witte kant. Het is gewoon zo'n duo mascara. Je brengt eerst de witte aan. En dan daarna ga je over op de andere kant. En dat is dan, als het goed is, de zwarte. Ja. Oh, hij is wel heel korrelig. En dan is dit de andere kant. Dit is dus zo'n, ja, duo mascara. En ik weet nog wel dat je die vroeger, die kon je die altijd kopen. Van verschillende merken. Volgens mij had Hema ze ook. Laatste tijd zie ik ze eigenlijk nooit meer. Maar Essence en Catrice die hebben bijvoorbeeld wel zo'n witte basis voor je mascara. Maar ik vind, ja, dit vind ik wel heel erg handig, zo'n 2-in-1. En ja, het ziet er gewoon, wat ik al zei, gewoon eigenlijk best wel luxe uit. Dus ja, heel erg benieuwd naar de werking ook. Mocht je nou van een van de producten de prijs willen weten, wil ik het best wel voor je uitzoeken. Maar dan moet je het even laten weten bij de comments. Dan van de Fashion Professional deze 2-in-1 lip duo long lasting formula. In de kleur hot pink. Hij is lekker roze. Paars zou ik zeggen. Roze. En dat vind ik ook wel heel erg leuk, want dan zie je dit ook gelijk. Lekker opvallend. Lekker vrolijk. Oh, ik zie het nu pas. Kijk, het is een lipstick. Een lipstift en een lipgloss. Nou, ik vind dat soort producten super leuk. Want
Ik heb een paar van deze bijvoorbeeld van de H&M. Die vind ik gewoon heel erg goed. En ik vind het gewoon super fijn dat je dan gewoon gelijk de juiste kleur gloss hebt bij de lipstick. Dus echt super chill. Ik ga gelijk ook even de lipstick bekijken. Ik hoop dat die veel op de camera erover komt. Echt super leuk. Dan heb ik nog een mascara. Dit is de Volume Boost mascara. Deze heeft een groene achterkant. Even openmaken. Kijk, groen. En ook de mascara heeft een matte verpakking. Echt super, super gaaf vind ik dat. Gewoon lekker, lekker black. Basic. En er zit een heel fijn borsteltje aan. Super leuk. Ik vind dit echt. Ik hoop echt dat dit merk blijft. Ik vind het er nu al gewoon super goed uitzien. De werking weet ik natuurlijk nog niet. Maar ik vind het nu al top. Ook hebben ze een nagellak van deze collectie. En dit is de kleur Red Vermilion. Het zijn exclusieve kleuren. Staat erop. En. Oh ja. Als ik dat even snel wil openmaken, is het niet zo handig. Dan kun je gelijk al een beetje het kleurtje zien. Hij is weer een beetje roodachtig. En het is dus zo'n potje. Het lijkt net alsof ik het zo bij Essence of Catrice weghaal. Gewoon qua potje. Ook weer zo'n matte, mooie kant. Echt super, super leuk. Ziet het er allemaal uit. Super strak. Nu hopen dat de werking ook nog even goed is. En dan ben ik helemaal om. Dan een wenkbrauwpotlood. Eigenlijk echt voor de wenkbrauwen hadden ze een tijdje terug de poeder uitgebracht. De wenkbrauwpoeder. En nu hebben ze ook een lifter en een filler. Ik heb de kleur dark. Ik heb gewoon best wel donkere wenkbrauwen van mezelf. En die zet ik ook graag onder weer wat aan. Ik heb een beetje ruzie met het doosje. Beetje heel erg douche, zie ik. Ik ga hem gewoon eventjes. Ja, daar komt hij. Duurt even, maar dan heb je wat. Oh, het dopje is eraf. Ja. Dopje, dit is de... Even kijken hoor. Dit is dus het potlood. Er zit ook een klein slijpertje aan. Dit is dus de filler. En dan is dit de lifter. Die kun je dus onder je oog, op je wenkbrauwbot aanbrengen. Zodat je een, ja, dat het mooi één geheel wordt, dat het daar iets lichter is. En eigenlijk vind ik dit ook gewoon heel erg, ja, leuk. Ik hoop ook dat het gewoon super qua werking is. Maar ik vind dit wel heel erg goed bedacht. Dan heb ik nog een normale lipgloss uit die collectie. Dit is de kleur Pink Fusion. Het doosje is al een beetje open. Dat is een hele normale lipgloss. Verder niet heel bijzonder. Ik ga even ruiken of deze normaal ruikt. Ja, ruikt niet verkeerd. Ik heb ooit een keer lipgloss gehad van de Action. Dat was met een spiegeltje en licht. En ik vond die gewoon heel erg vies als ik hem op mijn lippen had. En hij rook ook raar, maar dat is het bij deze niet. Dus ik ben echt benieuwd ook of het lang gaat blijven zitten. Dan waren dit eigenlijk alle nieuwe make-up producten van de Action die ik heb gespot. Wat ik al eerder zei, er komt van alles nog een review online. Ben je nou echt super benieuwd naar iets? Laat het gewoon even weten bij de comments. En ja, ik ben zelf eigenlijk ook wel super benieuwd. Ik heb echt super veel zin om het allemaal te gaan testen. Want ja, het is gewoon allemaal zo laag geprijsd dat het gewoon eigenlijk super leuk is om... ja, om er wat van in te slaan. En als het dan ook nog eens super goed werkt, het is natuurlijk helemaal ideaal. En nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. En mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's,
Abonneer dan even gratis. En tot de volgende video. Doeg!